Hoi iedereen, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze twee cadeautjes kunt versieren. En ja, ben je benieuwd? Blijf dan kijken. Als je het wat simpeler wil aanpakken, kun je deze knutsel maken. Pak eerst je cadeautje in en ik doe het gewoon op een normale manier. Dus je kunt het gewoon net zoals ik doe, maar je kunt het ook gewoon op je eigen manier doen. Pak daar een stukje papier of een karton en teken een strook van ongeveer 6 cm lang en 1,5 cm breed. Teken daarna twee ovalen aan elkaar met kleine uitsteeksels. En teken tot slot een strik zoals ik doe. En je ziet hier niet dat het heel netjes is getekend, dus je kunt het ook gewoon zelf een beetje bijknippen. Hou de hoekjes hiervan naar binnen, zodat je een strikje krijgt. En doe hier vervolgens wat lijm op, zodat je je strikje erop kan plakken. Knip daarna het strookje wat dunner. Ongeveer de helft. En doe het zeg maar hier omheen. Laat vervolgens hiervan de onderkant en plak het op je cadeautje. En dan ben je klaar en heb je gewoon een schattig strikje. En het is heel simpel, maar toch heel schattig. Pak eerst je cadeautje op een normale manier in. Pak vervolgens wat blaadjes en een puncher. Dat is zo'n soort dingetje waar je allemaal vormpjes uit kunt krijgen als je erop drukt. En ik heb een strikje. Pak daar een stuk plastic folie. En leg je cadeautje er zeg maar op. Trek daarna het vlak om. En knip het uit. Doe daarna al je strikjes op je cadeautje en probeer ze een beetje te verspreiden. Als je alle strikjes hebt klaargelegd, doe je daarna het plastic folie eroverheen. Pak vervolgens een stuk lint en maak een soort strik om je cadeautje heen. Dat was het alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Succes met het inpakken en versieren van de cadeautjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!